De NV Luchthavenbeheer heeft als operator van de Johan Adolf Pengel Luchthaven de eerste steenlegging gedaan voor de bouw van een compleet nieuwe oefenbak voor de brandweer te Sanderij. De oefenbak is een van de belangrijkste middelen van de brandweer om regelmatig haar vaardigheden te testen en aan te scherpen. Het ontbreken van een oefenbak is tijdens de laatste audits van IKO steeds weer als finding aangemerkt. De oude oefenbak is tijdens de bouw van de nieuwe taxiway verwijderd, met het idee deze gelijk weer op te zetten. Echter heeft de bouw langer dan gepland op zich laten wachten. Ondanks het ontbreken van de oefenbak hebben de trainingen van de afgelopen periode voortgang gehad, maar dan niet op het gewenste niveau. Met de installatie van de oefenbak geeft de internationale luchthaven van Suriname verder invulling aan haar internationaal gestelde verplichtingen. Ook het adequaat trainen van het brandweerpersoneel zal hiermee naar een hoger niveau getild worden.